Goedenavond, dames en heren, leden van de Raad. Van harte welkom bij deze toch ook weer wat zeer bijzondere raadsvergadering. Ik wil een bijzonder woord van welkom uitspreken voor Greet Puinhoorn, haar kinderen en schoonkinderen, zeg ik maar even, de echtgenoten van de kinderen. De belangstellenden op de publieke tribune, kijkers en luisteraars thuis. Wij hebben onze reguliere raadsvergadering vanavond, maar wij beginnen deze wat uitzonderlijk, namelijk met een bijzondere herdenking aan een lid van de raad, Kees Puinhoorn. We hebben nog niet zo lang geleden een herdenkingsbijeenkomst gehouden voor een overleden wethouder, maar onze gemeente trof een tweede lot. Wij moesten Kees Puinhoorn, fractievoorzitter van het CDA, ook verliezen. En ik ga ervan uit dat u daar vanavond even uitgebreid mee bezig wilt zijn. Ik open hierbij onze vergadering. En ik kondig u vast aan dat er nogal wat toespraken zullen zijn. Zij het niet uitgebreid lang, zeg ik maar even ter geruststelling. Ik zal zelf beginnen met een inleiding. Daarna hebben wij besloten dat het goed zou zijn als de fractievoorzitters, de echte collega's van Kees, met elkaar omst de beurt een lichte terugblik doen over hun herinnering en contacten met Kees. En als laatste komt dan aan het woord de heer Langerak, die meer is dan alleen maar de huidige fractievoorzitter van het CDA, maar ook een persoonlijke vriend, denk ik, van Kees. Daarom mag hij de zaak afronden met een wat langer verhaal. Ik geef nu even, dat is wat ongebruikelijk, maar even mezelf het woord. Ik ga daar naartoe om het in te leiden. Dames en heren, Kees Puinhoorn. Ook al een zeer markante persoonlijkheid in Nederlek. Een man met heel veel interesses en ook heel veel zaken waar hij zich voor in wilde zetten. Wij hebben bij zijn uitvaart en zijn uitvaartdienst gezien hoe hij gewaardeerd werd. Niet alleen door zijn collega's in de docentensfeer van het Comenius College, waar overduidelijk blijk van werd gegeven. Maar we zagen ook hoe hij geliefd was geweest bij zijn leerlingen, die tot en met de uitvaart daar zeer mee begaan waren. We hebben ook gehoord en geleerd hoe hij heel druk was in zijn kerkelijk leven, in zijn kerkelijke gemeenschap. En dat betekent dat hij zich ook daar vol vuur voor heeft ingezet. We hebben daarnaast gemerkt dat hij al heel erg lang, ik weet niet exact hoe lang, maar meedraait in het politieke gebeuren, in het gemeentelijk gebeuren van de gemeente Nederlek. En daarvoor waarschijnlijk ook al lang in Krimpen aan de Lek. En ik vind dat een heel bijzonder kenmerk voor deze markante man. Een kenmerk die duidelijk aangeeft dat hij midden in het leven stond en heel veel voor de gemeenschap over had. En daar ook heel erg bij betrokken wilde zijn. En dat is die, laten we eerlijk zijn, geweest tot op het moment van zijn overlijden. Ik denk dat dat een bijzondere kwaliteit is, waar wij een hoop dank aan verschuldigd zijn, omdat hij zijn stempel op een hele hoop zaken heeft gedrukt. Ik hoef ze niet eens allemaal meer te noemen. En ik wil bovendien voor de andere leden van de raad geen gras voor de voeten wegmaaien. Het is niet aan mij om dat te doen. Iedereen die hier fractievoorzitter is, kent Kees Puinhoorn veel langer dan ik hem ken. Ik kan alleen maar zeggen dat ik zeer gewaardeerd heb wat ik met hem zelf in samenwerking heb gehad. En in die zin geef ik Zal ik ook heel erg daar nog lang en intensief aan kunnen denken. Ik heb begrepen dat er een volgorde van sprekers is gekozen in volle harmonie, zoals het ook hoort. En ik geef als eerste het woord aan mevrouw Hofman Verwoerd van de VVD-fractie. Als u mij hier wilt aflossen, ga ik daar weer zitten om de volgende sprekers aan te kondigen. Dank u wel. Mevrouw de voorzitter, Greet en kinderen en collega raadsleden. Voor afscheid was geen tijd meer. Plotseling werd Kees van ons weggenomen. En daarmee zijn idealen en zijn dromen. Voor ons blijft Kees bestaan. Maar een uniek persoon is heen gegaan.
En hem loslaten, dat doet pijn. Want als wij aan Kees denken, zien wij een echte persoonlijkheid. Een markante figuur van fietspet en pijp, niet zijn weg te denken. Als wij aan Kees denken, zien wij een mensenmens die altijd naar iedereen zwaaide vanaf zijn fiets. Een vriendelijk mens, maar vooral een familiemens. De familie was alles voor hem. Dat bleek onlangs nog met de herfstvakantie, want Kees heeft er nog een week vakantie aangeplakt om met zijn ouders op vakantie te gaan. Als wij aan Kees denken, zien wij de docent en daaraan gekoppelde decaan. Die scholen bezocht en op scholenmarkten stond. En tussen neus en lippen even informeerde hoe het met collega-docenten was. Als wij aan Kees denken, dan zien wij de snelheid van de tijd. We kijken terug op het feest in de rotonde. En op jullie 25-jarig jubileum, wat zo'n enorm groot feest is geweest. Zien wij de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand die zijn kinderen trouwde. Maar ook een man die collega's leerde hun eigen kind te trouwen. Als wij aan Kees denken, zien wij een mens die zich voor de volle 100% inzette voor zijn idealen. Waarbij vooral de strijd tegen de herindeling zijn volle aandacht had. Hij was onze woordvoerder bij statenleden en Tweede Kamerleden. Altijd had hij alle documenten en gegevens in een klein boekje voorhanden. Als wij aan Kees denken, zien wij zijn trots bij het uitoefenen van zijn taak als plaatsvervangend voorzitter van de raad. En als voorzitter van de RTG's was hij altijd prima op de hoogte van de te behandelen onderwerpen. Als wij aan Kees denken, zien wij vooral een fijne collega. Een collega die niet bang is voor discussie en zelf vaak discussie uitlokte om de zaken te kristalliseren. Maar ook een collega die in de afloop van de raad, onder het genot van een drankje, over alles even nog wat kan blijven doorbomen. Toch moeten wij loslaten. Wij moeten laten gaan. Dank u wel. Dank u wel. Mevrouw Hofman, meneer Schipper, mag ik u verzoeken het woord te nemen? Ja, mevrouw de voorzitter, daar sta ik weer. Nog maar kort geleden stonden we hier voor een ander markant figuur, Ron van der Hatert. Ook een veel te jonge man eigenlijk. En nu voor deze markante persoon. Ik heb gerealiseerd dat ik heel veel gemeen had eigenlijk met Kees. Ik noem een paar dingen op. Ja, allereerst natuurlijk de grote schok. Op 10 november werd ik gebeld door u, om 9 uur. U zei, ga eens rustig zitten Wim, want ik heb een verschrikkelijke mededeling. Kijk, bij Ron zagen we het al een beetje aankomen, maar bij Kees niet, het was heel onverwacht. Maar goed, laat ik eens vertellen wat ik allemaal gemeen had eigenlijk met Kees. We woonden beide in het noorden. Tegenwoordig heet dat het oude noorden, maar vroeger heette dat gewoon het noorden van Rotterdam. Kees in de Zwart-Janstraat en ik in de Vlaggemanstraat. Beide dicht bij de Bergweg. Ik liep of fietste vaak door die Zwart-Janstraat. Tegenwoordig heet dat de Noorderboulevard. En ik ging naar de markt of naar het Noordplein. Of speelde met de fanfare in de muziektent op het Pijnakkerplein. Onze vaders waren politieagent bij de Rotterdamse politie. Ik heb de meiden nooit gekend. Hij overleefde het bombardement niet. Kees, zijn vader, overleefde Kees niet. Ook verschrikkelijk was dat natuurlijk. We werden allebei protestant opgevoed. Naar de gereformeerde school. En belijdenis gedaan. Kees gereformeerd en ik hervormd. Kees ging naar de kweekschool op de Beukelsdijk. Daar had hij al een oogje op Geet. Zij nog niet op hem. Ik ging naar de lerarenopleiding. We werden onderwijzer of leraar. We werden ook allebei vakbondbestuurder. Kees van de Christelijke Bond en ik van de Algemene Bond. We werden allebei ook nog bevoegd natuur- en scheikundeleraar. Ik heb er nooit wat mee gedaan, maar Kees ging daar
ging dus zich verder bekwamen en werd daar beroemd door eigenlijk op Comenius. We trouwden in het stadhuis, maar gingen ook nog in de kerk trouwen. Kees en Greet gingen allebei, gingen natuurlijk, en ik met Carla gingen we in Krimpen aan de Lek wonen. We kochten hier een huis. In de enige jaren werd Kees voorzitter van de CDA-afdeling en ik van de Partij van de Arbeid-afdeling. Maar op 12 april was het dan zover. 12 april 1994 traden we samen tot de gemeenteraad van Nederlek. De afgelopen jaren waren we allebei fractievoorzitter en ook nog RTG-voorzitter. Helaas moeten wij allen, maar vooral Greet en de kinderen en schoon- en kleinkinderen, het nu zonder hem doen. Ze hebben steun van elkaar en zij Greet vooral van boven. Ik zal Kees missen. Vooral zijn oplettendheid op de soms gewone dingen. Kort geleden nog de openstelling van de tientrug voor auto's en afsluiting voor fietsers. Maar nooit vergeten, Greet en kinderen. Heel veel sterkte, Greet. En ik mag gelukkig nog doorleven en Kees niet. Het was zijn tijd, zegt men dan. Ja, onbegrijpelijk. Zo is het leven. En zo komt er ook weer een eind aan. Dank u wel. Dank u wel, meneer Schipper. Het woord is aan de heer Jan Kees de Keuning. Zaterdagochtend 10 november kreeg ik een telefoontje van de burgemeester dat Kees de vorige avond plotseling was overleden. Dit nauwelijks 3 weken nadat zij ons eenzelfde onheilsbericht had moeten brengen. Toen Ron, onze wethouder, was overleden. Ongeloof en verbijstering maakte zich van mij meester op dat moment. Waarom? Waarom mag zo'n jong, mooi en vooral actief leven niet worden voortgezet? We moesten Ron notabene nog herdenken in de raad van 13 november. Binnen 1 maand tijd zijn diepe wonden geslagen in raad en het college van onze gemeente Nederlek. Kees nam een markante plaats in binnen onze raad. Vervulde heel veel functies, zowel binnen als buiten de raad. Was zeer betrokken bij de Nederlekse politiek en is hiervoor van grote waarde en betekenis geweest. Hij was ook zeer actief in het sociale leven. Maar bovenal was hij een betrouwbare en bijzonder fijne collega. Wij konden samen met de CDA-fractie, waarvan Kees fractievoorzitter was het laatste jaar, als oppositiepartijen goede afspraken maken. Kees stond open voor ideeën van derden, kon mensen inspireren en samenbrengen. En die eigenschappen maakten hem ook zeer geschikt om als vicevoorzitter van de raad te dienen. Maar ook om plaats te nemen in de stuurgroep Nederlek Zelfstandig, als ook in het bestuur van het landelijk samenwerkingsverband Autonome Gemeenten. In iedere raadsvergadering wacht hij hierover altijd zeer enthousiast en uitgebreid verslag uit. Als man in het onderwijs kon hij goed zijn verhaal doen. De mensen boeien en ook bijzonder overtuigend overkomen. In het bijzonder kwam dit tot uiting de afgelopen jaren, toen hij als woordvoerder namens de raad enige malen optrad in het provinciehuis, waar hij vol overtuiging en zeer gedreven onze mening verkondigde door te pleiten voor een zelfstandig Nederlek en tegen een gedwongen en een van bovenaf opgelegde herindeling. Hij kon dat als geen ander. Onze fractie had er grote bewondering voor. Het kenschetst hem ook als iemand die gedreven was om de lokale bevolking te betrekken en ook te waarderen voor haar inzet in onze lokale samenleving. Zo was hij mede de drijvende kracht bij het opstarten en in stand houden van de Veteranendag, als ook bij de Dag voor de Vrijwilligers.
Kees, zijn pijp en fiets, het werd al even gememoreerd, waren onafscheidelijk. Vaak reed ik hem in de auto op de dijk voorbij wanneer hij zich door weer en wind onder het genot van zijn pijp, maar ook van de muziek op zijn uit zijn iPod naar het gemeentehuis spoedde. Toen ik nog werkte, kon ik ik ook regelmatig op de fiets op de Tientweg richting Capelle reed naar de metro, kon ik aan de tabaksgeur ruiken hoe lang Kees was gepasseerd. En als de geur nog vers was, trapte ik wat harder door om nog even gezamenlijk wat verder op te rijden en een praatje te maken. Kees, we zullen je missen, maar we dragen je voor altijd in onze herinnering. Dank u wel. Dank u wel, meneer de Keuning. Vraag, geef het woord aan de heer de Brouwer. Dank u wel. Greet, Chanel en Gerard, Elise en Stefan, Kees en Linda. Wie was jullie man en vader voor ons als raadscollega's? Wij hebben in de achterliggende jaren niet alleen het goede voor de gemeente Nederlek gezocht, maar ook persoonlijk lief en leed gedeeld. Soms persoonlijke zorgen, maar ook de mooie en goede dingen uit ons persoonlijk leven. Zo groeide er een band die plotseling werd doorgesneden. Wij missen Kees niet alleen in het vele werk wat hij verricht heeft, maar ook als vriend en nauw betrokkenen. Zo laat hij ook in ons hart een lege plaats achter. Het verwarmde mij als er een vergadering tussendoor werd gepland en Kees bezwaar aantekende, omdat hij op die dag en op dat uur patatjes moest bakken met zijn kleinkinderen Jaelle, Marinka, Rico en Robin. Ik zal ook nooit meer de raad van Kees krijgen die microfoon tijdens mijn betoog niet vast te pakken, want anders kan mijn vader je niet verstaan. Greet, kinderen en kleinkinderen, ik wens jullie Gods ondersteuning toe in het verwerken van dit grote verlies. En vanaf deze plaats wil ik ook vader en moeder Barnhoren in de Marijkenstaten betrekken. U moet op hoge leeftijd ervaren het verdriet dat uw geliefde zoon u door de dood werd ontnomen. Wij wensen u vanaf deze plaats van harte Gods vertroostende liefde toe in dit smartelijk gemis. Dank u. Dank u wel, meneer de Brouwer. En het laatste woord komt van Ton Langerak, raadslid van het CDA en goede bekende, vriend misschien wel, van Kees Barnhoorn. En u het woord, meneer Langerak. Vrijdag 9 november jongstleden is Kees Barnhoorn plotseling overleden. Na een gewone gezellige avond samen op de bank ging het mis. Greet en vele hulpverleners hebben nog al het mogelijke gedaan om zijn leven te redden. Ik word stil, heel stil van binnen. Wilt u de ruimte vullen in mijn zijn? En vergeet ik om met liefde te beginnen, maak mij stil en maak mij klein. De afgelopen dagen heb ik vaker dit lied gebruikt. En bij de voorbereiding voor vanavond heb ik gemerkt dat ik hier nu heel erg moeilijk van kan loskomen. Aan dit lied moest ik denken nadat Elise me die zaterdagochtend geëmotioneerd vertelde dat haar vader overleden was. Stil en klein word je ervan. Wat vreselijk is dan het eerste wat je kan uitbrengen. En hoe kan het iemand overkomen die veel zwemt en altijd fietst? Weer of geen weer? Wij hebben daar geen antwoord op. Het is goed om ook vanavond in deze raadzaal van de gemeente Nederlek stil te staan bij het leven van Kees Barnhoorn. En het is fijn dat Greet, zijn vrouw en de kinderen, schoonzonen en schoondochter hierbij aanwezig zijn.
Kees is lange tijd bij de Nederlandse politiek betrokken geweest. Als raadslid vanaf 1994 en daarvoor als plaatsvangend lid van de raadscommissie SOW. En daarvoor ook via het voorzitterschap en bestuurslid van de afdeling Nederlek van het CDA. Kees was een overtuigd christendemocraat. Je leven inrichten zoals dat naar jouw overtuiging in de Bijbel wordt voorgehouden. Dat betekende voor hem als vanzelfsprekend werken op een christelijke school, vakbondswerk. En ook politiek bedrijven volgens het richtsnoer van het evangelie. En natuurlijk gaat dat soms met vragen en twijfels. En Kees kon dan ook wel eens van bepaalde besluiten opgewonden raken. En ik heb het al eerder gezegd. Nou, zei hij dan, ik weet niet wat ik de volgende keer ga stemmen. Joh, rustig blijven, denk er nog eens over na en laat het nog even bezinken, zei ik dan. En we mogen niet in de stemhokjes kijken, maar ik weet bijna zeker dat het altijd weer goed kwam. Voor het CDA dan. Als ervaren onderwijsman wist hij zijn gehoor goed aan zich te binden. Kees was echt een voorzitter, wist de orde goed te handhaven. Het was daarom ook niet verwonderlijk dat hij plaatsvangend voorzitter van de raad was. Voorzitter van de rondetafelgesprekken. Dat deed hij naar mijn mening volstrekt onpartijdig, zoals het hoort. En ik heb zelf ook wel meerdere keren ondervonden dat hij mij afkapte of terecht wees. En dat ik wel eens dacht, ja hallo hé, ik hoorde toch een beetje bij jou. Kan je niet een beetje rekening met mij houden? Hij kon zich erger aan puur politiek ingegeven stemgedrag. Niet de keuzes maken die naar zijn mening het beste voor Nederlek waren, maar omdat het een partij of een persoon niet werd gegund, of omdat er nu eenmaal een coalitie en een oppositie is. En dat begon al in zijn eerste raadsvergadering op 12 april 1994. Toen de nieuwe raadsleden werden beëdigd en ook de benoemingen in commissies en externe organen plaatsvonden. Kees kwam 1 stem tekort om lid te worden van de commissie Woonruimtezaken. In latere jaren zijn dat soort zaken wat meer voorgekomen, helaas. En toch was Kees geen politicus van de harde lijn. Natuurlijk stond hij voor zijn standpunten. Hij kon wel wat geïrriteerd raken wanneer het niet ging zoals hij zich dat voorstelde. Maar uiteindelijk was hij altijd uit op overeenstemming. Op harmonie. Op goede onderlinge verhoudingen. Zouden we dat niet wat voorzichtiger moeten zeggen? Weet je wel zeker dat het zo is? Zouden ze dan niet boos worden, zei hij dan tegen mij bij de voorbereiding van vergaderingen. Zijn feitste momenten met de gemeenteraad waren misschien wel na de vergaderingen. Wanneer er nog wat werd gedronken of voetbal gekeken. Of wanneer we met de raad op excursie gingen. Het liefst met elkaar in 1 bus. Dan had Kees het goed naar zijn zin. Gezellig, hè, zei hij dan. En in mijn gedachten zie ik bijvoorbeeld een beeld vormen van voetbalkijkende raadsleden in de kantine. Waarbij na een vergadering Kees en Ron er dan altijd als eerste bij waren. Naast elkaar staand. En druk commentaar leverend. Achteraf heel bijzonder. Kees was stilaan boegbeeld geworden waar het ging om de strijd voor een zelfstandige gemeente Nederlek. En hij vond dat natuurlijk ook mooi, een eer. Maar er zat zeker ook de overtuiging bij dat dit het beste was voor de inwoners van Nederlek. Veel tijd heeft hij gestoken in al ons pogen om als gemeente zelfstandig te blijven. Zoals de stuurgroep Nederlek Zelfstandig en het Landelijk Samenwerkingsverband Autonome Gemeente, de SVAG. Dikwijls heeft hij op allerlei niveaus het woord gevoerd namens Nederlek om voor zelfstandigheid te pleiten. Nederlek neer te zetten als bestuurlijk volwassen en op zijn taak berekend. En de bon, dat was eigenlijk niet zo zijn ding. Hoe wrang is het dan om te weten dat hij vond en ook dikwijls zei, we moeten gaan voor de dood of de gladiolen. En wanneer hij ergens voor stond, dan werd het geen halfwerk. Bereidde zich ook te degen voor. Niet dat hij dat allemaal maar even gemakkelijk deed. Nee, dikwijls werd er veel tijd ingestoken en was er ook de nodige spanning. Hij zorgde ook altijd goed gedocumenteerd te zijn. En als een echte onderwijsman, en ik zie het nog bij de provincie bijvoorbeeld vormen, dan hield hij zijn gehoor bijvoorbeeld een rapport voor. Of hij stak het omhoog of hij had meerdere dingen die hij dan aanschouwelijk duidelijk wilde maken. En hij had dan ook altijd, en Jeanette zei het net ook al, zo'n klein eigengemaakt boekje bij zich met een hele voorgeschiedenis erin. Dat dan al snel naslagwerk kon worden gebruikt in geval van nood. Op die manier was hij ook op andere plekken actief.
Bijvoorbeeld als kerkenraadslid en het leiden van diensten in de ontmoetingskerk. Maar ik denk ook aan zijn inzet voor het jeugdkamp Krimpen, scheidsrechter, actief in de badminton. Kees was bestuurlijk, politiek en in zijn werk actief. Betrokken en verbindend, oog voor iedereen, van hoog tot laag. Kom met vele medewerkers van de gemeente goed door één deur, kende hen. Er was wederzijds waardering en respect. Dat de griffier een belangrijke functie vervult voor de raad, kwam in het bijzonder, vind ik, tot uitdrukking in de relatie tussen Kees en Tekla. Aanspreekpunt, klankbord, vertrouwens- en adviesrelatie over en weer, die voor beide van grote waarde waren. Tekla, ook heel veel dank daarvoor. Ook als plaatsvervangend raadsvoorzitter kon altijd een beroep op hem worden gedaan. CQ over hem worden beschikt. Niet alleen om echt de vergadering van de raad voor te zitten, maar ook op te treden als tussen aanhalingstekens oppasser van de gemeente wanneer het voltallig college bijvoorbeeld bij het VNG-congres was. Of ingevallen moest worden bij de intocht van Sint-Nicolaas. Of de ontvangst van gasten uit Essenstroet. Burgemeester Thilo Kuten van Helsa sliep altijd bij de familie Barnon. En dat zijn heel wat keertjes geweest. Kees had veel oog voor de kleine ergernissen. Een verkeersbord verkeerd geplaatst, een gat in de weg, de positie van de fietsers of een verkeerde datum of typfout in gemeentelijke stukken. Ook zijn laatste e-mail op vrijdag de 9e november aan het eind van de middag betrof iemand die hem aansprak over een in zijn ogen vreemde toepassing van de WMO. Vele, vele jaren was Kees ook lid van het stembureau in de Brede Hendrik. Dat dit ook jarenlang met dezelfde bezetting was, is niet voor niets. Dat was ook zo'n activiteit waar Kees zich goed bij voelde. Samen optrekken, een dag doorbrengen met anderen. En als het even kon, tussendoor wandelend of op de fiets, even informeren bij andere stembureaus. Kees was natuurlijk een beetje een docent, een schoolmeester van de oude slag, zou ik maar zeggen. Is het misschien ook daarom dat hij het altijd, wanneer het ging om een secretaresse of een medewerkster, of hij had iemand gebeld en dan zei hij op zijn typische manier, ja, ik kreeg zo'n juffrouw aan de telefoon, of ja, je moet het eerst aan zo'n juffrouw vragen. Hij had het altijd over een juffrouw. Kees was lange tijd mijn maatje. Niet alleen in de raadsperiode, maar ook in al die tijd van zijn voorzitterschap van het CDA Nederleg. Dan vergaderden we bij Kees thuis, boven in een slaapkamer, ingericht als partijkantoor, documentatie aan de wand, vergadertafel in het midden en een kan koffie erop. Kees en ik konden met elkaar lezen en schrijven. Kenden elkaars interesses, sterke en minder sterke punten. Dikwijls was een enkel woord of gebaar voldoende om elkaar te begrijpen. Kees had een uitgebreid raadsarchief. Soms tot ergernis van Greet had hij alle raadstukken, begroting, etc. van zijn hele raadsperiode thuis goed geordend, zo beschikbaar. Zodoende kon moeilijk naar het verleden worden verwezen in de raad. Of Kees zei, ik heb het thuis nog eens nagekeken, maar het was toch zo. En niet zonder reden maakte ook de griffier hier graag gebruik van. Eén vraag en binnen no time was een scan van het een of ander beschikbaar. Kees nam ook elke raadsvergadering via Vrolijk werd uitgezonden, nam die op. Gewoon om nog eens terug te kijken hoe het ging, commentaar te leveren of om weer van te leren. Of om anderen ermee van dienst te zijn. Kees en zijn fiets die waren onafscheidelijk. Ik heb Kees heel weinig in een auto zien rijden al die jaren. Een heel enkele keer als ik zelf in de auto de andere kant op reed, ben ik hem tegengekomen in de auto. En dan zei ik tegen Betty, mevrouw, hé, daar gaat Kees in de auto. Alsof het een soort wereldwonder was. Kees ging eigenlijk altijd met zijn stalen ros. Naar het werk, naar het gemeentehuis, waarheen dan ook. Voor velen een herkenbaar gezicht. Altijd dezelfde houding. Als een ruiter, recht op zijn paard. Zo zat Kees op de fiets. Zo nodig, goed aangekleed tegen weer en wind. Pijp, pet, oortjes in. Zelfde houding, zelfde tred, zelfde cadans. Zijn fiets werd ook een herkenningspunt. Nog bij het begin van de raadsvergadering van 13 november jongstleden, waarbij wethouder Ron van der Hatert werd herdacht, zei Dick de Braber tegen me, gek hè, ik kom hier naartoe lopen
En het eerste wat ik denk is, oh, Kees is er ook al, want zijn fiets staat er. Helaas was het deze keer mijn fiets. Zo was het. Het was ook dikwijls mijn eerste blik van herkenning of de fiets van Kees hier bij de hoofdingang al in de hoek stond. Maar het meest van alles was Kees een familiemens. Trots op zijn kinderen, gek op zijn kleinkinderen. Gelukkig met het kunnen voltrekken van de huwelijken van zijn drie kinderen. Niet voor niets had hij thuis een bordje met de tekst: het weekend is voor mijn gezin. Genieten was het wanneer er met de hele club vakantie kon worden gevierd op een camping of in een huisje. En als het kon, opa en oma er ook nog bij. Korte broek aan, shirt eroverheen, pijp warm opgestookt uit de mond en pet op. Dat was Kees de voeten uit. Met gevoelens van dankbaarheid wordt dan ook door de familie teruggekeken op de uitgebreidere viering van zijn 60ste verjaardag. Minder dan een week voor zijn overlijden. Kees was een familiemens en toch heeft hij heel veel tijd en energie gestoken in vrijwilligerswerk. En ik wil namens al die organisaties, Greet en ook zijn kinderen bedanken voor de ruimte die hij daarvoor kreeg. Kees is van grote waarde geweest voor Nederlek, de Nederlekse politiek en het CDA in het bijzonder. En wij zijn hem daarvoor heel veel dank verschuldigd. Op 15 en 16 november jongstleden hebben velen van Kees afscheid genomen. Een zware tijd voor zijn gezin, zijn ouders en vele anderen. En met verdriet, maar ook met heel veel respect, denken wij terug aan een heel fijne en betrokken echtgenoot. Vader, opa, zoon, collega raadslid. Een vriend. Een markante en warme Nederlekker is niet meer. En wij zoals wij hier zijn en vele, vele anderen mogen dankbaar zijn voor het leven van Kees Barnhorn. Hem te hebben gekend. Door het overlijden van Kees Barnhorn is er een leegte, een open plek, een ruimte ontstaan. En boven de rouwbrief staat: aanschouw ik uw hemel, het werk van uw vingers, de maan en de sterren die gij bereid hebt. Wat is de mens dat gij zijner gedenkt en het mensenkind dat gij naar hem omziet? En dat is niet voor niets. Als Kees naar boven de ruimte inkeek, en ik denk dat hij dat dikwijls deed op de dijk, na een vergadering s'avonds op de fiets naar huis, dan raakte hij vol bewondering voor de schepping. En tegelijkertijd overtuigd van zijn en onze afhankelijkheid van de schepper. De grootsheid van de ruimte, de schepping en het hele kleine stipje dat een mens daarin is. Het lied waar ik mee begon gaat als volgt verder. Ik zie hoe mooi u alles hebt gemaakt. Ik zie uw liefde in de mens waardoor uw hart er raakt. Zodat uw zon weer zichtbaar voor mij schijnt. Het is niet zomaar een gevoel dat zomaar weer verdwijnt. Ik word stil, heel stil van binnen. Wilt u de ruimte vullen in mijn zijn? En Psalm 139 zegt dan ja. Gij omgeeft mij van achter en van voren en gij legt uw hand op mij. Kees Barnhorn had een groot hart, een ruim hart. Een hart om te zien naar elkaar. Dat hart stond op 9 november 2012 stil. Dat wij ruimte maken om Kees Barnhorn te laten voortleven in ons hart. Dank u wel, meneer Langerak. Laten wij gaan staan en gedurende een moment van stilte nadenken over wat Kees Barnhorn in onze herinnering heeft betekend.
Als laatste spreker geef ik het woord aan Greet Buinhoorn. Ja, wij willen u allemaal heel, heel hartelijk bedanken voor alle blijken van steun en belangstelling die we de afgelopen weken mochten ervaren. Ook hartelijk dank natuurlijk voor al die mooie woorden die net gesproken zijn. De burgemeester, van alle fractievoorzitters en natuurlijk in het bijzonder van Ton, echt zijn maatje. Kees heeft al die jaren heel wat uren doorgebracht. Vergaderen was zijn grote hobby. En als hij voorzitter mocht zijn, dan was hij helemaal in zijn element. Dan kwam hij enthousiast thuis, hoe goed hij allemaal de vergadering weer geleid had. Maar daarom is het heel goed dat wij hier in deze zaal nog één keer samen zijn. Maar wat ook al gememoreerd is, voor ons is natuurlijk het allerbelangrijkste dat hij hier in deze zaal alle drie zijn kinderen mocht trouwen. En dat blijft natuurlijk in ons geheugen gegrift. Ik wens u allen heel veel sterkte als college, als raad en bovenal ook Thekla in de komende periode, na deze hectische periode, om toch de draad weer op te pakken voor Nederlek. Dank u wel, mevrouw Buinhoorn. Ik ga zo dadelijk deze vergadering schorsen om iedereen de gelegenheid te geven om nog even de familie de hand te drukken. Ik wil u vragen om daarvoor hier in een rijtje te gaan staan, zodat iedereen langs u kan gaan. En daarna wil ik u graag vragen om hiernaast nog even gezellig bij elkaar te zijn en met ons nog even na te praten. Omdat wij daarna onze reguliere raadsvergadering moeten beginnen. Ik wil u vragen om die plek in te nemen en ik schors hiervoor ook de vergadering.
Dames en heren, mag ik u verzoeken uw plaatsen in te nemen?